We kijken verschillende mogelijkheden, zijn er ook aangedragen. Leerling verpleegkundige, RGD verpleegkundige en andere ja, opties. Ook is van u de specialisten aangegeven. De eerste lijn, dus de huisartsen, die moeten meer gaan doen. Dat is concreet gesteld. Vandaar dat er ook een beroep is gedaan op alle huisartsen vandaag vanuit het ministerie om alle niet-urgente verwijzingen aan te houden. Dus dat betekent, als u voor een vlekje gaat naar de dokter en u zou verwezen worden naar de dermatoloog, dat dat voorlopig niet gaat kunnen. Als u cataract hebt, bijvoorbeeld aan uw oog, en u zou geopereerd moeten worden, daarvan gaat u niet dood. Dat zal dan ook uitgesteld moeten worden. Dat zijn zaken concreet die we hebben dus gerealiseerd op basis van die suggesties. We hebben vanmorgen al de brief gestuurd naar alle huisartsen om 1. Meer beschikbaar te zijn. 2. Niet te verwijzen voor niet-urgente zaken. En zoveel mogelijk in die eerste lijn te behandelen. En alles wat urgent is, dringende aanpak nodig heeft, wel te verwijzen natuurlijk in afstemming met de specialisten. Dus dat zijn 3 zaken. En we hebben dus al een paar dagen, nou al een poosje, zijn we bezig met heel veel knutselwerk in de ziekenhuizen, om het zo te noemen. Puzzelen hier en daar innovatief bezig zijn patiënten te plaatsen. De doorstroming vanwege de capaciteit, dus wanneer iemand zich aanmeldt bij de checkpoint van de SCH voor COVID, dan is de doorstroming vanwege die opnamecapaciteit beperkt. En dan moeten er ook beslissingen genomen worden. Zo is er dus, zijn we al een poosje bezig met de werkgroep. Het ministerie is ook direct betrokken in de persoon van de directeur. Waarbij er toen een gekeken is internationaal wat gangbaar is. En dat is eigenlijk dat er een protocol bestaat, een triageprotocol voor IC-opname. Als je op je 80% van je IC-capaciteit zit, dan moet je eigenlijk gaan triëren. Dat betekent, je gaat keuzes moeten maken voor wie op basis van bepaalde medische indicatoren, dat neem ik aan bijvoorbeeld onderliggend lijden, obesitas, weet je, nierziekten en alle andere zaken gaat worden bekeken. En op basis daarvan wordt er een keuze gemaakt op basis van de geschatte overlevingskans. En dan wordt een dergelijke patiënt wel of niet opgenomen. Simpelweg omdat we niet willen, maar er is gewoon geen plek.